Dames en heren, een goede middag. Leuk dat jullie kijken naar de Mr. Team Park fans. Het is vandaag minder goed weer. Ik ben in Plopsaland, ik heb mijn eten mee. En we gaan naar binnen. Kijk, dat bedoel ik dus. Het is nu middag en er staat hier gewoon niemand meer om naar binnen te gaan. Dus dat is wel de beste tip. Vandaag is het toch terug nocturne. Welke dag zijn we vandaag? 18 augustus, als ik me niet vergis. Het is bijna de nacht van abonnees. Volgende week dus. En dat wil zeggen dat je de Corona Safe app moet hebben als je naar de nacht van de abonnees komt. Ik heb de verkeerde ingang genomen. Ik moet weer toertjes doen. Ik mag alweer veel wandelen. Dus ja, de COVID Safe app heb je nodig om naar de nacht van abonnees te komen. Ik ben er ook. Dus ik zou zeggen, enjoy. Alright. Dames en heren, we zijn in Plopsaland. Zoals je ziet. Ja, met de nacht van abonnees, zoals ik al zei, heb je de COVID-safe app nodig. Dus gevaccineerd zijn, volledig gevaccineerd. Oftewel een negatieve coronatest, mocht je niet volledig gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd willen zijn ofzo. Dus dan mag je Plopsaland binnen. Belangrijk is dat je ook een reservatie hebt voor die avond. En ja, op de TAP app heb ik ontdekt dat je wel een reservatie hebt voor de 27e, maar daar staat er geen uur op. Dus ik zou wel aanraden om het originele ticket waar dat erop staat, Nacht van Abonnees, te downloaden. En zorgen dat je die bij hebt op die avond. Goed. Daarnet waren er mensen voor mij die niet gereserveerd hebben om naar binnen te komen. Probleem, probleem, probleem. Dus ja, een reservatie is nodig. Als abonnementhouder, nog steeds. Anders mag je niet binnen. Voilà. Heel simpel opgelost, dames en heren. Ik ga een plekje gaan zoeken om te gaan eten, want ik heb honger. En daarom ga ik gaan eten, want ja, als je geen honger hebt, dan zou je ook niet eten, denk ik toch. Dus ja, bij deze. Yeah, mensen. Aangekomen op mijn favoriet plekje van heel Plopsaland. Wikiland. Vind ik kei tof. Jammerwijs, het is beginnen spetteren. Dus ik moet een plekje zoeken onder een afdakje om te eten. Maar het probleem is, de Vikingrail is hier ook. Dus ik vrees dat ik geen plek ga hebben onder een afdakje. Dan moet ik naar de Ride to Happiness gaan. Maar Wikiland vind ik echt wel plezant, maar volgens mij is het een beetje druk vandaag. Ja, het is vandaag een hele drukke dag terug in Plopsaland. We staan alweer ver buiten de wachtrij. Dus ja. Weet je mensen, soms is het wel een keer een hekkenboel hier in Plopsaland. Maar goed, wat niet aan ons hart laten komen, ben onderweg naar de Ride to Happiness, want daar is er wel plek om te eten. Dus ja, ik zie jullie daar zo. Ja, dames en heren. Zelfs voor een hamburgertje te eten hier in Plopsaland, is het echt wel lang aanschuiven nu. Ja, het zal wel een uurtje wachten zijn voor een hamburgertje. Gezellig toch, gezellig. Ja, dames en heren, een rustig plekje is hier in het park, namelijk de Ride to Happiness. Ja, veel mensen vinden blijkbaar de ingang niet van de Ride to Happiness, nogthans, het is niet moeilijk. Je hebt hier de draai van Heidi, daar rechtover is de ingang. Yes, dames en heren, horecapunten. Hier in Plopsaland, dat is soms wel nog een keer een probleem. Vandaag is het terug nocturne, dat wil zeggen dat er waarschijnlijk terug horecapunten vroeger gaan sluiten, ofwel hebben ze geen eten meer naar de avond toe. Waardoor je eigenlijk verplicht bent om duur te gaan eten, bijvoorbeeld meneer Spaghetti of de Plopburger of dergelijke. Maar al die takeaways, ja, dat zou soms wel nog een keer uitverkocht kunnen zijn. Alright, kijk hoe rustig dat hier is. Thank you.
Welkom op het terras van de Ride to Happiness. En voordat ik ga beginnen eten, ga ik daar eigenlijk iets over vertellen. Hoor je die muziek? Waarschijnlijk wel, hé. Wel, er zijn heel veel mensen die zeggen tegen mij van die muziek is saai. En persoonlijk vind ik het ook saai. Wat er eigenlijk wel raar is, tijdens de eerste openingsdag van de Ride to Happiness, was dat hier muziek van Tomorrowland zelf. Kent dat wel? Op YouTube heb je zo Tomorrowland Live of zoiets. Die muziek speelde hier af, of toch een versie ervan. Ja, nu is het gewoon de wachtrijmuziek van de Ride to Happiness dat ze gezet hebben naar hier. Het is oersaai, niet gezellig, maar het is wel de rustigste plek in heel Plopsaland vandaag. Ik heb een toertje gedaan in Plopsaland, overal super druk en hier is het mega rustig. Dus ja, ik heb zelfs een vermoeden dat de Ride to Happiness gewoon een balkon is, want er staat gewoon niemand op de trap. Ja, je kunt er gewoon zo in. Ik denk dat 15 minuutjes wachten is, nog niet, en dan heb je richt je Ride to Happiness gedaan vandaag. Dus ja, daaraan zie je welk publiek dat er terug in het park is vandaag. Maar goed, we gaan eten. Smakelijk. Kijk mensen, ik heb naar de plaatselijke winkel geweest hier in de buurt. En ik heb een salaatje gekocht. Zie je? Lekker. Smakelijk. Dames en heren, welkom op de Ride to Happiness. Wee! Ja, het is mijn eerste attractie vandaag. Dan net live geweest. En nu gaan we hier op, hé. Oh. Wow! Kom. Here we go! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Oh my! Yo! Oh, leuk.
Mensen, een ritje Ride to Happiness mag niet ontbreken wanneer hij hier was. Ik heb natuurlijk mijn intense plek uitgekozen. Ik had daar zin in. Dus ja, welkom in de shop. Hebben ze hier al nieuwe dingen ondertussen, want er is een heleboel uitverkocht. Dus ja, nee, het ziet er naar uit dat het nog niet toegekomen is. Zo, dames en heren, ik moet iets vertellen. Je weet, vroeger, dat hier wist je wel wie de vaat kon doen. Die is er nog steeds, de vat, maar in een andere attractie. En toen waren die Wizzy en Woppy dingen te vinden bij de K3 Ghoster. En nu staan ze hier. Maar wat is er aan de hand met de vat? Plopsa is dringend op zoek naar personeel voor in de horeca. Ja, de vat hoort daar ook bij de horeca. Maar blijkbaar zijn er veel horecapunten gesloten hier in Plopsaland. En ja, voel je zich geroepen om een handje te komen helpen hier in Plopsaland in de horeca? Wel, ze zullen u zeker aanvaarden, want ze zoeken er nog. Ze zoeken personeel voor in de horeca, want daardoor zijn er ook horecapunten gesloten, omdat ze geen personeel vinden. Dus ja, als je standje wil bijverdienen en je mag, kijk gerust op de site van Plopsa en kom de werken naar Plopsaland, zodat we dan de bezoekers kunnen eten in het park. Ja, yeah, Plopsaland gaat ook nieuwjaar vieren. Dat vind je hier. Kijk, nieuwjaar in Plopsaland. Ja. Ja, wat heb je daarvoor? Als abonneehouder betaal je eigenlijk 10 euro erbij. En dan heb je een food en een gift voucher. Dus ja, je moet sowieso 10 euro betalen blijkbaar. En je hebt ook een formule en dat is dan blijkbaar tickets met eten. Dus alle info vind je op de site en dat is 31/12/2021 natuurlijk. En ja, dan is het nieuwjaar. Ik denk dat dat op geen andere dag valt. Haha, droge humor. Het is al een hele dag dat ik droge humor heb. Maar het valt mij wel op dat ze enorm veel reclame maken. Dus ik denk dat de ticketverkoop niet zo goed loopt, om eerlijk te zijn. Ik heb al veel mensen gehoord dat ik een ticket heb, maar ik hoor eigenlijk van niet veel mensen van ik heb een ticket. Maar van mijn maten wel, maar ja, ik denk dat het niet zo goed loopt, anders zouden ze geen reclame maken. Maar goed. Je weet het, wil je nieuwjaar vieren hier in Plopsaland, dat kan. Maar ik denk dat er veel mensen een beetje met idee zijn van mij. Ga maar komen naar nieuwjaar, wanneer dat eigenlijk ja, zeker is dat door kan gaan en dat mooi weer is en dergelijke. Alright, ik ga mijn favoriete molen bezoeken hier in Plopsaland. En dat is namelijk ja, Mayaland. Dat is altijd mooi, kijk. Mayaland. En we gaan naar de bloemenmolen. Let's go. Welkom op de bloemenmolen. Ja, jullie kennen die attractie vast wel. Voilà. Dat wordt weer fun, hè. Dat wordt weer dikke fun, hè. We gaan er gewoon door. Ja, en ik ook. Woehoe! Here we go! Dat blijft toch mega fun, hè. Dat is tenminste een attractie. Woehoe! Iedereen denkt dat hij kapot is, maar dat is geen waar. He. En als we hem terug vertellen, zelf te vertellen, kunt u doen. Alright, tijd voor de voorgrond. Yo! Kletsen! Oh,
Dat is bijna afgelopen. En wie krijgt kriebels in zijn buik? Vond je het leuk? Weet je nat? Weet je droog? Alola. Als jij doet zo een ritje bloemenmolen. Het was weer fantastisch, hé. En ondertussen, jullie kunnen het misschien al raden, ik ben onderweg naar de glijbaan. Ik ga een ritje op de glijbaan doen. Laten we eerst nog een keer genieten van het uitzicht van Mayaland. Zo. Oké. 3, 2, 1, let's go! Hey! Yo, en nu hopen dat het verder gaat. Oeh, ze gaan nog half weg. Tof. Oh, tof. Voor de grote en de kleine kindjes. Weet je, in het begin dat Mayaland lopen was, maakte een spelletje op die glijbaan. Dan ga ik je wat vertellen. Je hebt daar de poortje. En ja, meer moet ik niet vertellen zeker. Nee, ik kan niet meer vertellen, maar dat kan gelukkig niet meer. En het begin dat de glijbaan open was, konden zodanig ver glijden. Ja, dat is natuurlijk al het begin is moeilijk. En dan kon je glijden en eigenlijk, ja, kon je daar niet veel aan doen. Maar het poortje ging dan open, als het te ver zat. En ja, soms bleven de mensen daarvoor staan. En ja, dan hadden ze het poortje tegen hun beentjes, hé, ja. Ja, niet veel aan te doen. Maar gelukkig kan dat nu niet meer, want de glijbaan gaat iets minder snel dan vroeger. Maar in het begin van Mayaland was dat zo. Yeah, mensen. Goh, het was weer super gezellig in Mayaland. Hé. De bloemenmolen was top, de glijbaan was leuk. Het was lang geleden dat ik er nog een keer op geweest ben. Ja, kind zijn in een petpark. Het is voor jong en oud, dames en heren. Er is voor elk wat wils en soms moet je het kind in je een keer laten bovenkomen. Ja, eigenlijk doe ik dat altijd. Dus ja, dat is niet nieuw voor mij. Ik ga Grimke gaan halen, want dat hoort ook bij je pretpark. De Neftelingenreus ligt hier ook gezellig te snurken. Hier in Plopsland. We hebben nog enkel een klein duimpje nodig die aan zijn schoenen aan het putsen is. Maar in dit geval zal dat niet lukken, want zijn schoenen dan geen veters aan, zijn laarzen dat hij aan heeft. Allee, grote meleereus. Slaap lekker, jongen. Geniet nog van Plopseland. Geniet nog van alle gillende mensen. Maar denk niet dat hij dat erg vindt, want hij zit lekker te slapen. Zoals ik al zei, Plopseland zoekt dringend horecapersoneel. En dat is ook een kraampje die tegenwoordig wel open is op nocturnussen, maar ja, vandaag blijkbaar niet. Het is gesloten omdat ze geen personeel hebben. Dus voel je zich geroepen, kom gerust werken naar hier. En alle info staat op internet, dus ja, bij deze. Nu ja, pasta. Ik weet niet dat dat past, maar soms past dat wel. Ja mensen, mocht je zin hebben in een lekkere Biki Burger, heb je ook pech, want het is gesloten. Je kunt hier geen Biki Burger eten aan dit kraampje, maar wel in Fred Kroket. Ja, ze fretten daar nogal een beetje bikjes hoor. Anders zou het Fred Kroket noemen. Nee, Fred Kroket. Daar fretten ze kroketten. Maar anders zou het Fred Kroket noemen, dus ze fretten kroketten. Ja, hier is dat ook tof. Hier kan ook veel dingen. Maak wel een keer die bloemen. Je mag even de ballonnetjes. Het horecapunt daar
Die is wel open, de Boomba Horeca punt. Mickey is niet open. Dan heb je de meet and greet van Boomba, want sinds 1 juli mag dat terug. En wat is er nog open? Raar maar waar, maar je loopt het nooit. Het horeca puntje hier bij de softdays. Dus ja, soms een beetje verkeerde keuze. Ik snap het allemaal niet, ik hoor van Plopsa, maar ja goed, niet veel aan te doen. Ik ga een ijsje halen. Een lekker suikerspinnetje, die veel te duur is. Hebben ze net gegeven aan die mensen. Ik ben weer in Wikiland. Ik heb iets gezien bij de suikerspinnenkraam. Ja, de jongen doet wel zijn best, maar ja. Geen woorden voor. Ik ga eerlijk zijn, dames en heren. Zo'n suikerspin zou ik zelf niet durven geven aan de mensen, om eerlijk te zijn. Ik zou vriendelijk verzoeken tegen de mensen van, mijn machine is kapot. Of ik kan het niet. Als je zich geroepen voelt, als je zegt van hey, die suikerspin kon er inderdaad echt niet door, ik kon beter, wel, ze zoeken hier nog personeel. Dus solliciteer en kom gewoon naar Plopsaland werken. Misschien maak jij wel de beste suikerspin van heel het park. Kijk eens hier, een lekker ijsje. Heerlijk. Dat lust ik wel. €4,50. Ja, als je in de Plopsa shop gaat, betaal je €4 voor een grote crème. Allee, voor zo'n grote crème, hallo, voor gewoon een ijsje op een stokje. Wel, dan vind ik dat eigenlijk nog een savaprijs. Maar het is ook een leuk plekje. Daar heb ik een leuk plekje. Voilà, hier dus. Een zeer leuk plekje. Bij de bootjes, op de rots. Zie je, ergens op de rots. Nee, ik kan het niet zien. Maar het zit op de rots. Voilà, deze mensen gaan mijn ijsje opeten. Lekker. Dames en heren, daar is Plopsaland. Ja, het zit erop voor vandaag. Ik ga naar huis. Het is nocturne, het is nog open tot 10:30 vandaag. Maar mijn bezoekje zit erop voor vandaag. Ik vond het plezant. Vonden jullie het plezant? Zoals ik zei, zeker abonneren op dit YouTube-kanaal. Zeker doen. Vergeet mij ook niet te volgen op de social media. En ja, verder kan ik niet veel vertellen. Als je deze video leuk vond, deel die dan ook op de social media natuurlijk. Bij deze, bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer maar weer. En hey, dames en heren, je weet wat je moet doen. Blijven kijken naar mijn video's. En natuurlijk ook naar andere pretparken. Want Toverland, Walibioland, Walibi Belgium, Bellewaerde, Bobbejaanland, Bonwin Sea Park, Plopsaco, Europa Park, Fantasialand. Staat allemaal op mijn YouTube kanaal. Check zeker een keer de zoekfunctie op mijn YouTube kanaal. Misschien staat er zelfs al nog iets tussen waarvan je niet wist dat die video online stond. Dus bij deze, tot de volgende keer. Dag!